Koeman blijft en bijt van zich af. Een pikant weerzien tussen Zwaaier en Bellingham. En heel Nederland in de ban van de halve finale. Dit is Studio Oranje. Van Basten. Goed. Oh, de goal. Wat een goal. Het is zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Hij zit erin. Geef mij maar liever een beker op het EK. Snijder. Zeg het voor. We did that for traffic. Hij is 22 centimeter groot. Ja, ik denk dat we gewoon een team hebben dat altijd blijft gaan. Ja, ja. Van de 5-1 is het zo een dag. Juichen langs de lijn. Goedemorgen, Daan en Ivo. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Hoe is het op deze vroege morgen? Ja, hartstikke goed. Fris en fruitig, is het belangrijkste. Heerlijk nachtje gehad, Daan? Ik heb een topnachtje gehad, in principe. Ja. Je hebt vier avonden op rij op de redactie gestaan en dat zorgde ervoor dat jij niet in slaap kon komen gisteren. Ik kon niet echt in slaap komen, inderdaad. Dus ja, als je er dan de vroeg uit moet, dat is niet top. Maar goed, we zitten er gewoon. Of was het gewoon de spanning voor de halve finale van morgen? Nee, spanning voor Studio Oranje, denk ik. heel goed. En terecht natuurlijk, hè. Deze hitpodcast, dat laat niet iedereen onberoerd. Mannen, we werken toe naar de halve finale tegen Engeland van woensdagavond. Maar nieuws waar we toch niet omheen kunnen, kwam gisteren naar buiten via de Telegraaf. Ronald Koeman blijft. Ja, klopt. Er werd natuurlijk als groot nieuws wel een beetje gebracht. Maar eigenlijk hij heeft gewoon een contract tot 2026. En eigenlijk de clausule die in zijn contract stond. Dus dat hij zou er eventueel door de KNVB uitgegooid kunnen worden als hij niet tot de knock-outfase zou reiken of de achtste finale uitgeschakeld zou worden. Nou ja, dat is niet gebeurd. Dus ja, daardoor blijft hij. Eigenlijk zo simpel is het. Ja, en dat is dan niet zo groot nieuws als iedereen in eerste instantie denkt. Ja, het was veel groter nieuws geweest als hij natuurlijk precies, er wel uitgevlogen ja. was. Maar goed, dat. Dat is niet gebeurd. Dus gewoon een contract hebt tot 2026. Ja. En ik denk ook met een halve finale zal de KNVB in ieder geval wel tevreden zijn al. Tuurlijk willen ze meer. Maar en ik denk dat Koeman misschien zelf ook al wel tevreden is met een halve finale. Met zoveel topfavorieten. Dus nee, voor mij was het in ieder geval ook geen verrassing. Nee, uitspreken zullen ze dat natuurlijk niet. Hè? Dat ze wel blij zijn met een halve finale. Denken jullie dat het... hebben jullie ook gevoelsmatig zeg maar zoiets van deze cyclus met Koeman is nog niet ten einde? Ja, ik had ook eventjes een greep uit de reacties, bijvoorbeeld op de post van onze Instagram gekeken. Zaten wel leuke dingen tussen, als dat bijvoorbeeld dat Peter Bos bestolen ja. is bijvoorbeeld. Of het maakt niet uit welk chantagemateriaal je hebt. Haal Memphis er maar gewoon uit, zag ik ook bijvoorbeeld, weet je wel. We staan achter je, Koeman, dat soort dingen. Mijn handen kan zich opmaken voor het WK 2026, zag ik ook langskomen. Ik denk dat hij gaat dus door tot het WK, dan zal hij hierna wel echt moeten gaan doorselecteren. Wil hij ook op het WK succes gaan boeken. Maar ja, tot nu toe gaat het op het EK natuurlijk gewoon prima. Ja, Peter, wil jij nog wat aan toevoegen? Of? Nee. Peter Bos, wat jij net noemt, die heeft natuurlijk wel eens openlijk gesolliciteerd. Die heeft gezegd, dat is de enige baan waar ik echt nog heel erg warm voor zou lopen. Nou heeft hij natuurlijk gewoon nog een contract bij PSV. Dus in principe kan je die al invullen, toch? Hij nog 2 jaartjes bij PSV. Ja. En dan direct Ronald Koeman opvolgen na het WK? Ja, exact. Ik denk dat hij inderdaad daarna gewoon klaar staat om het bondscoachschap over te nemen van Koeman. En ik zou dat ook een uitstekende keuze vinden. Ja, toch? Dat is oprecht bijna een 1 plus 1 is 2. Ja, ik zou het echt een hele leuke optie vinden ook. Als je ziet met zijn spel bij PSV en wat hij er ook mee kan bereiken. Ja, lijkt me dat echt ook een hele... Ik zou er echt heel benieuwd naar zijn wat hij dan zou doen en wie hij ook zou selecteren. Ja, dat is wel echt iets heel anders dan we afgelopen jaren natuurlijk hebben gehad met Koeman en Van Gaal. Maar wel iets waar ik heel benieuwd naar zou zijn, ja. In ieder geval, Peter. De Bos als bondscoach. Maar goed, dat is allemaal iets voor de komende jaren. Daar gaan we het nu niet over hebben, want er staan op de hele korte termijn veel leukere dingen te gebeuren. Gisteren was er een persconferentie van Mickey van de Ven en Cody Gakpo. Niet alle persmomenten, er zijn bijna elke dag. Elke dag is er een persmoment. Die zijn niet allemaal te aanzien waard. Deze was wel leuk, hè? Ja, terwijl normaal gesproken met Cody Gakpo valt het ook wel mee. Gakpo is een hele nette jongen en ook wel een leuke jongen, alleen niet per se goed voor altijd even spannende teksten. Nee, maar dit keer was het wel inderdaad wel leuk. Ook vooral omdat natuurlijk Van de Ven werd gevraagd naar Saka. Wie is er nou sneller? Nou ja, hij zei, kijk maar naar de statistieken en dan kom je er wel achter. Dus toch wel leuk dat hij dat dan durft te zeggen in ieder geval. Maar verder was het ook, viel het ook wel mee. Hij zei daarna, vroeg Noah Valen nog van, durf je dat nou niet te zeggen? Zei hij, nou ja, vind ik een beetje zuur om maar voor mezelf te zeggen dat ik het sneller ben. Ja, ik haalde een beetje terug inderdaad. Wie is er sneller, Saka of jij? Ja, mooie vraag. Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen, maar als je natuurlijk naar de data gaat kijken, dan heb je de antwoord denk ik al. Ja. Verder was het geen hele, vond ik ook niet dat het super bijzonder was of zo. Ik bedoel, Van Dijk was jarig, daar hebben ze het ook nog wel even over gehad. Maar ja, verder, kijk, het zijn gewoon echt van die verplichte nummertjes. En dat merk je ook aan die spelers, vind. En dat was natuurlijk een Engelse journalist die nog even een geschiedenislesje kwam geven aan de twee heren. Ja, dat was sowieso wel leuk natuurlijk. Ik vond sowieso dat er wel veel Engelse belangstelling was ook voor die persconferentie. Maar ja, het was gewoon leuk dat het lekker losjes was en zo en dat soort dingen. En dat maakt het voor zulke persconferenties
persconferentie, helemaal als het elke dag is, ja, dan moet je niet te statisch houden. Als je dat gewoon lekker losjes houdt, dan is dat denk ik voor alle kanten het leukste. Dus dat, dat vond ik ook leuk. Ja, ik ben benieuwd of het een teken is dat Van de Ven al op die persconferentie zat. Maar dat gaan we natuurlijk woensdag pas zien. Ja, dat is vaak wel het idee dat als spelers bij een persconferentie zitten, dat ze in de basis staan. Dat is wel een aantal keer gebleken al de afgelopen jaren, dat dat absoluut niet waterdicht is. Nou, op dit EK al helemaal niet. Nee. Dus ik denk niet dat hij in de basis gaat beginnen. Dat is gewoon op dit WK, of op dit EK is dat echt bijna nooit gebeurd dat inderdaad dan, of tenminste, die theorie die we dan normaal gesproken hebben van als iemand op de persconferentie zit, dan speelt hij in de basis. Dat is op dit EK totaal niet gebleken. Dus. Ja. Ja, nee, moet je dan uithalen vooral, hè? Precies. Is een beetje, ja, het is ook heel logisch nadenken. En dan denk je van ja, waarom zou voor wie ga je in godsnaam de basis in moeten doen? Ja, ja, veel mensen zeggen dan AK, maar dat zou ik echt schandalig vinden. Het is een van de weinigen die in ieder geval altijd elke wedstrijd te voldoende haalt. Dus dat zou ik nooit doen. En voor de rest... Vieze aanvoerder ook. Dat, ja, dat daarom. En dat zie ik ook niet gebeuren. Dus voor de rest, en De Vrij is goed, Van Dijk is goed. Dus nee, ik denk niet dat hij een kans krijgt. AK heeft ook een prima reputatie tegen Saka. Heeft wel gezegd dat het zijn moeilijkste tegenstander ooit is geweest. Maar ik denk ook niet dat hij gewisseld gaat worden. Nee, dat is de pech van Mickey van de Ven, hè? Dat we nou eenmaal heel veel goede verdedigers hebben. En ondanks dat hij heel lekker jaar gedraaid heeft, dat er nog een aantal net wat beter zijn op dit moment. Koeman stond de pers ook te woord. Niet in de vorm van een persconferentie, maar in losse interviews voor de tv-zenders die aanwezig zijn daar. ESPN, NOS onder andere. Wat viel daar het meest op? Ja, dat hij natuurlijk gewoon opnam voor Memphis. Hij nam het in principe in eerste instantie nam hij het gewoon op voor heel zijn elftal. Dus dat hij de kritiek soms een beetje te heftig vond worden. Hij trok ook een vergelijking natuurlijk met Engeland, dat het daar ook zo heftig is. Er werd hem trouwens wel naar gevraagd. Hè? Het is niet zo dat hij uit zichzelf begon van dit kan niet en dit vind ik schandalig en zo. Het was gewoon een normaal gesprek, zeg maar. Ja, zeker. En daar nam hij als voorbeeld dan die Memphis. Dat hij het gewoon eigenlijk, dat het in ieder geval zijn spits is en dat hij... kritiek een beetje te heftig vond worden, maar... Ja, waar we dus ook wel direct uit kunnen opmaken. Je zegt het al, het is zijn spits. Sprak je heel duidelijk uit. Memphis is nog altijd verzekerd van de basisplaats. Ja. Ja, dat is denk ik, er is geen twijfel over mogelijk. Maar je merkt ook aan alles over hoe hij met hem praat. Merk je eigenlijk altijd dat hij een band met hem heeft. Dat hij echt een goede band met hem heeft. En beter dan met andere spelers, denk ik. Dus ik denk niet dat hij hem heel snel zal wisselen. Terwijl hij eigenlijk het hele EK al niet presteert. En je echt wel goede opties erachter hebt. Nee, ik denk niet dat Koeman in ieder geval dit EK ooit nog zal wisselen. Nee, je hebt een interview gehad met Nick Marsman, verscheen gisteren op de website. Ging ook over Memphis. Ja, onder andere inderdaad. Die heeft vroeger met Jong Oranje, heeft hij met een aantal Oranje internationals gespeeld die nu op het EK actief zijn. Die zei gewoon dat Memphis vroeger al een mannetje was. Dat hij overal een beetje lak aan had, maar wel op een goede manier een mannetje was. Dus echt gewoon volgefocust was. Altijd extra trainen en gewoon zorgen dat hij de beste is. En ook dat gaf Koeman volgens mij ook nog aan. Van dat inderdaad dat ook zijn kracht is. Dat Memphis eigenlijk lak aan iedereen heeft en dat het gewoon echt zijn kracht is. Dat hij gefocust blijft. Dus zie je nog steeds eigenlijk bij hem. Ja, vinden jullie ook dat de kritiek gewoon te hevig is op sommige momenten tijdens dit EK? Vind je dat het uit balans is af en toe? Ja, het is, kijk, ik vind wel dat je de kritiek op zijn spel moet houden. Ik vind, kijk, al die fratsen die hij buiten het veld doet en die haarbanden en dat soort dingen. Ja, kijk, als die jongen dat wil en als hij denkt dat hij daar beter van gaat spelen, prima. Maar ja, dat doet hij op dit moment niet. Dus dat is wel een vervelend iets. En ik vind dat je daar dan best wel kritiek op mag hebben. En dan, ja, soms gaat het wel heel ver inderdaad als je echt op de man af gaat spelen. Maar ja, hij presteert gewoon niet. En ik vind dan wel, ja, dat eigenlijk ook andere jongens een kans moeten krijgen. Maar ja, dat zie ik Koeman er zo niet doen inderdaad. Nee. Ja, ik vind gewoon eigenlijk die inderdaad andere jongens een kans krijgen. Dat is inderdaad wel een goede optie zijn als je goede alternatief hebt staan. De enige die dan misschien aanspraak maakt is Weghorst. Maar ja, dat is gewoon de ideaal invaller. Daar ben ik in ieder geval geen fan van om hem met hem te starten. Nee, volledig mee eens. Ja, en Zirkzee. En, ik zag Pierre van Hooijdonk ook zeggen over Weghorst. Dat zeker in dit geval al die Engelse verdedigers. Die zijn natuurlijk als geen ander gewend om tegen grote bonkige spitsen te spelen. Vanuit de Premier League. Dus dat in dit geval eigenlijk helemaal geen goed idee zou zijn. Nee. Precies, als je dan inderdaad een keer met Weghorst zou willen starten, dan had je tegen een ploeg moeten doen van, ja, met alle respect, zijn niveau, dus een Roemenië of een, ja, naar Oostenrijk hebben we dan zelfs van verloren, maar ja, nee, dat zou ik echt niet doen. Ja, kijk alleen dan naar die clubs uit de onderkant, Premier League, Burnley, Nottingham Forest, al die clubs, ja, die hebben allemaal grote spitsen die niet echt wendbaar en snel zijn. Dus ja, dat zijn allemaal types Weghorst, dus ja, nee, ik zou dat ook nooit doen.
Nee, daar weten ze daar wel raad mee dan, ja, inderdaad. Jij begon over de alternatieven voordat ik je onderbrak. Zirkzee en Brobbey. Ja, nou ja, Brobbey heeft nog helemaal niks gespeeld. Dus die zal helemaal niet in de basis starten. Maar Koeman die zei wel, onder andere in de Volkskrant, die ik vanochtend even doorgenomen heb, dat ook spelers die nog geen minuut gespeeld hebben, altijd klaar moeten zijn. Dat is natuurlijk een beetje een cliché. Maar hij onderbouwde het wel van, ja, het kan ook dat je door kaarten, blessures, noem het maar op, zomaar een speler nodig kan gaan hebben die nog geen seconde gespeeld heeft. Zo probeert hij die spelers natuurlijk scherp te houden, maar helemaal ondenkbaar dat Brobbey in ieder geval als invaller nog belangrijk kan gaan zijn, is het natuurlijk niet. Ja, nee, zeker. Ik heb toen natuurlijk bij die tafelsbijeenkomst ook met Steven Bergwijn gezeten. Die zei ook van, inderdaad, je moet gewoon ready zijn. Niemand had uiteindelijk verwacht dat hij zou gaan spelen. En nee. Hij was en stond ready. Er. Dus dat Koeman dat dan zegt, dat is alleen maar logisch. Ja, Zirkzee. Nee, absoluut. Het is ook inderdaad, kijk, ik ben wel nog steeds benieuwd, dat ik vorige keer ook al zeg, maar naar Zirkzee. Omdat hij gewoon, als je ziet hoe die in Italië eigenlijk altijd in de bal komt en toch in het middenveld probeert te sluipen. Ja, en dan heb je met Gakpo en met Malen aan de zijkanten, heb je echt wel krachten die daar overheen kunnen komen. Maar ja, zoals ik al zei, ik denk niet dat hij het gaat doen. Maar ik zou het wel gewoon graag een keer willen zien. Alleen ja, een halve finale op een EK is natuurlijk niet een ideaal moment om dat uit te proberen. Nee, en daarnaast is dat wat jij beschrijft over Zirkzee eigenlijk wat Memphis nu ook de hele tijd doet. Ja. En wat niet heel goed werkt op dit moment. Nee, dat is ook waar inderdaad. Maar ja, het is toch, Zirkzee is het wel meer gewend of zo inderdaad. Ja, ik zou het graag een keer willen zien en dan we daarop houden zeg maar. Maar ja, het is wat ik zou ook niet geweldig in. Ook, nee, dat was dat niet heel gelukkig. Nee. Dat is iets waarschijnlijk voor na het EK. Dan zal Zirkzee ongetwijfeld nog kansen gaan krijgen richting het WK van 2026. Waar Koeman trouwens bij is dan, hè? Wist u dat? Ja, dat hoort, ja. Wie we weer gaan tegenkomen in dit EK, dat is Felix Zwaaier. Daan, jij begint meteen te lachen, want wij hebben in aanloop naar de wedstrijd tegen Roemenië, waar wij naartoe gingen voor Voetbalprimeur, het ook over deze man gehad, omdat hij toen ook deze wedstrijd toegewezen had gekregen. Nou ja, je kan het hele verhaal nog een keer gaan opsteken voor de mensen die niet geluisterd hebben. Toen hebben wij inderdaad ongegeneerd even een oude koe uit de sloot gehaald. die is in het verleden dus veroordeeld voor matchfixing. In ieder geval, hij had het niet zelf gedaan, maar zijn scheidsrechter, hij was toen assistent. Hij was dus bij betrokken wel. Ja, klokkenluider geweest en toen een half jaar geschorst. Maar ja, die is even later, dus heeft hij een conflict gehad met Bellingham. Precies, dat maakt het nu juist wel weer extra interessant. Ja, dat wordt nu natuurlijk enorm uitvergroot, omdat hij nu dus weer Bellingham gaat fluiten. Ja, omdat Bellingham toen na een duel tussen Dortmund en Bayern 2021. Commentaar op hem had geleverd, omdat hij de grootste wedstrijd in Duitsland zou dan gefloten zijn door een scheidsrechter die in het verleden veroordeeld is voor matchfixing. En die had toen een discutabele beslissing genomen in de slotfase door een penalty toe te kennen voor Bayern. Wel pikant toch, dat die twee elkaar nu weer gaan treffen? Ja, zeg dat wel. Maar ik zag toevallig ook voorbij komen inderdaad in Engelse media dat die keuze wel heroverwogen wordt. Maar ja, je moet natuurlijk maar zien of dat waar is. Ja, ik denk echt niet dat je zo'n man er nu nog van die wedstrijd af kan halen. En beschadig je zo'n man ook inderdaad wel heroverwogen, ja. Maar ze hebben uiteindelijk alsnog besloten om gewoon die beslissing in stand te houden. Ja, ik als UEFA zijnde snap ik het eigenlijk helemaal niet. Je wil in alle gevallen wil je eigenlijk gewoon voorkomen dat dit soort verhalen rond gaan. En ik weet niet. Je kan het altijd makkelijk kunnen voorkomen, in mijn ogen in ieder geval. Ja, precies. Dus ondanks dat het waarschijnlijk geen invloed gaat hebben op die wedstrijd, zeg je, probeer gewoon als het kan aan de voorkant zulke verhalen te voorkomen door gewoon een andere scheidsrechter erop te zetten. Ja, laten we inderdaad ervan uitgaan dat het geen invloed gaat hebben. Maar ik ben misschien zelfs een beetje bang voor. Ik weet niet hoe die zwaai in elkaar zit, maar compensatiegedrag of zo, weet je. Ah, nee, toch? Ach, jaatje, kom nou. Ah ja, maar dat is die nationalistische gedachte, weet je wel. Je wil gewoon. Ik denk eerder dat hij denkt, Jude, zoek het lekker uit. Ja, zou ook kunnen. Zeker geel voor rust al? Ja, dat zou top zijn. Zit er niet op meteen. Ja, precies. Ja, Felix Zwaaier is de scheidsrechter bij Nederland-Engeland komende woensdag. Ondertussen is heel Nederland daar natuurlijk hartstochtelijk naar uit aan het kijken. Heel veel mensen gaan die kant op. We hebben het gisteren met Ruben over gehad dat de KNVB een mannetje 75.000, 80.000 verwacht. Waarvan natuurlijk maar een beperkt deel ook het stadion in zal kunnen. Dus die stad is al helemaal vol te stromen met Nederlanders en ongetwijfeld ook met Engelsen. Ik zag een bericht op onze website vanochtend dat los van de treintickets die gigantisch uitverkocht zijn richting Dortmund woensdag de hele dag en misschien ook wel vandaag al,
heel Nederland vrij probeert te krijgen die avond. Is dat jullie al gelukt? Nee, ons nog niet gelukt inderdaad. Helaas. Maar ja, het is wel echt, heel Nederland is een rep en roer. De Utrechtse Heuvelrug, de afmeldingen stromen binnen. Voor een marathon die ze daar hadden, van een loopwedstrijd. Ja, 15 kilometer of zo, zoiets inderdaad. En de theatershow van Najib Amali, die was misschien begon eerder volgens mij zoiets. Ja. Treinmachinisten, die hebben pech. Die moeten wel gewoon echt doorrijden. Mogen ook niet... mogen geen radio luisteren. Die is op het radiootje, dus dat is wel echt heel zuur. En logisch natuurlijk, je zou maar daar zitten rijden. Je rijdt ergens tussen Apkoude en Amsterdam en je vergeet een rood seintje. Omdat je dan Memphis net een bal de tweede ringen jaagt. Nee, dat moet je niet hebben natuurlijk. Jesus Christ Superstar werd volgens mij ook nog verplaatst. Ja, dat is die show volgens mij van Najib Amali. Najib Amali. Nee, toch? Lang geleden dat hier. Ja, dat ga ik even opzoeken. Dat lijkt me sterk, eerlijk gezegd. Nee, dat is echt iets anders, Jaan. Je hebt juist ook niet goed gedaan. Om totale leegloop te voorkomen, begint de voorstelling Jesus Christ Superstar eerder dan normaal. Net als de theatervoorstelling van Najib Amali. Het is niet het voorprogramma. Najib Amali kan ook. Ja, je weet het niet, inderdaad. Maar goed, het tekent wel hoe erg iedereen naar deze wedstrijd uitkijkt. En dat is wel echt. Dit is wel echt weer next level ten opzichte van afgelopen zaterdag. Een kwartfinale tegen Turkije. Nu voel je echt aan alles dat er historie geschreven kan worden. Ja, het is ook een Engelse krant. Hè. Als je ziet een aantal kranten kopten vandaag zegt Engeland gaat voor het eerst outnumbered worden in fans. Elke wedstrijd waren ze in de meerderheid tot nu toe. Ja, nu leggen ze zelfs de fans van Engeland het gewoon af tegen die oranje fans. Dus nee, ik verwacht echt massa's en massa's fans. En dat maakt het ook wel heel leuk. Want die jongens hebben, de spelers hebben ook aangegeven van tevoren. Ja, we worden daar echt beter van. En we gaan daar echt boven onszelf uit van stijgen. Dus ja, als het alleen al een beetje zou kunnen helpen, dan moeten we dat allemaal doen, denk ik. En allemaal massaal juichen. Ja, dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Roy Keane die verwacht dat Nederland het onderspit gaat delven tegen Engeland. Zag ik nog net eventjes langskomen. Die is niet zo onder de indruk van Nederland en denkt dat Engeland op dit moment precies op het juiste moment aan het pieken is. Dat gevoel had ik persoonlijk niet echt. Nou, maar volgens mij zit Roy Keane er wel vaker naast. Maar nee, kijk, het is ook. Die zal waarschijnlijk ook wel. Die is ook vaker wat negatief natuurlijk. Ja, Engeland op het juiste moment aan het pieken. Ik heb die wedstrijd tegen Zwitserland gezien. Ja. Vind ik niet echt pieken, moet ik eerlijk toegeven. Daar gingen de oogjes bijna van dicht. Maar nee, ik ben het daar in ieder geval niet mee. Laten we daarop houden. Nee. Ja, Jaan, laten we eerlijk zijn. Ja, nee, dat is inderdaad. Ik heb geen piek gezien. Inderdaad, überhaupt bij Engeland, dit EK. Als het dan een piek zou moeten zijn, dan zou het misschien dit wel zijn. Ja, of de penalties, hè? Als penalties het op penalties aankomt, dat is de piek die ze wel gehad dankzij hebben. Dat zei Nigel Hasselbaink. Ja, hebben we het gisteren ook gehad met Ruud, inderdaad. Ja, Nigel Hasselbaink. Jimmy Floyd Hasselbaink, toch? Zo Nigel Senevia, sorry. Ja, ja precies. Ja. Wel een goede spits van Excelsior. Geweest. Ja, klopt. Inderdaad. Ja. Wat is jullie gevoel over de wedstrijd van morgen? Gaan we het flikken? Voor de vijfde keer een... vijf keer erin gestaan, één keer door. We zijn toen ook gelijk gewonnen. Ja, dus. 4 halve finales hebben we verloren. Engeland heeft... we hebben de cijfers paraat. Ja, eentje. Eentje inderdaad, ja. Dus dat zijn in ieder geval de statistieken in het voordeel van Nederland. 1 EK-finale, voor duidelijkheid. Ja, 1 keer een halve finale gewonnen. Nee, precies. Maar de statistieken zijn in ieder geval in het voordeel. Maar als je kijkt naar die selectie van Engeland, er zit wel heel veel kwaliteit in natuurlijk. Maar als je kijkt wat er uitgehaald wordt door Gareth Southgate, ja, dat is gewoon een stuk minder. En ik denk dat Nederland echt wel... Maar puur gevoelsmatig. Heb je het gevoel dat het gaan flikken? Ja, dat wel. Ja? Dat wel, ja, ik denk het wel. Ik heb ook gewoon een goede flow zitten zin. Ik geloof wel in. Ja, ik ook, ja. Ja. Ik denk pas nou toch op, jongens. Ja. Ik heb een beetje, ik wil het feestje niet verpesten. Ja? Nee, ik heb een beetje een too good to be true gevoel erbij. Ja. Nou, of de finale gaan winnen, dat is een ander verhaal. Maar ik denk dat we deze nog wel gaan pakken, ja. Zou mooi zijn. Vanavond is de wedstrijd tussen Spanje en Frankrijk. De andere halve finale op het EK. Iedereen vreest volgens mij al dagen voor het scenario dat Frankrijk en Engeland de finale tegen elkaar spelen. Ik zag een mooie post van De Speld. Dat UEFA, in het geval dat die finale gespeeld zou worden, zou besluiten dat we direct doorgaan naar penalties. dat is een horror scenario, maar... Persoonlijk hoop ik in ieder geval dat Spanje het redt. Gewoon puur omdat ze natuurlijk veel leuker voetbal spelen. Ja. Ondanks dat ik ook denk dat we tegen Spanje wel echt kansloos zijn in de finale. Ja, als je dit ziet inderdaad, als je Spanje ziet spelen, die hebben eigenlijk nog geen enkele wedstrijd niet overtuigd, vond ik. Dus ja, die jongens vind ik zo goed spelen. En ik hoop eigenlijk vooral niet dat Frankrijk erin komt. Omdat gewoon puur, als je die wedstrijden ziet, nog geen enkele veldgoal gemaakt. Alleen maar verdedigen. Al nooit een halve finalist op een EK geweest, dat gemiddeld zo weinig doelpunten heeft gemaakt op een EK. Kun je nagaan, ja. Dat zegt al meer dan genoeg. En ja, elke keer als er een verdediger ook maar een beetje in probeert te dribbelen, wordt hij al teruggefloten door de Champs. Dus het is allemaal zo veilig, allemaal zo risico. Ja, ik zou het heel jammer vinden in ieder geval. Ik zou het Spanje gunnen, dus ik heb een voorkeur in ieder geval. Voorspelling?
2-0. Voor 2-0 Spanje? Ja. Ik zeg 1-0. Ik denk 1-1 en dan gaan we penalties nemen. En dan durf ik niet te zeggen wie wint. Laat ik in ieder geval zeggen dat Frank dat Spanje wint. Inschiet in ieder geval. Dus dat, dat wel, ja. Zeker, ja. Oké, okay, dan was dat hem voor vandaag, jongens. We gaan met z'n allen ons klaarmaken voor de wedstrijd van morgenavond. We gaan natuurlijk ook naar Dortmund met een VP-ploeg. Timo, Brecht en Lars zijn er onder andere. En we gaan er ook nog een mooie show opnemen. Morgen de Oranje Kantine vanuit Dortmund. Dus hou dat allemaal in de gaten. Morgen op Matchday. Natuurlijk alvast heel veel plezier met de halve finale van vanavond. En graag tot in de volgende video. Van Basten. Goed. Oh, de goal! Van de goal! Het is een gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Hij zit erin! Geef mij maar liever een beker op het EK. Snijder! Zegt het voor! We did that for traffic. Hij is 22 centimeter groot! Ja, ik denk dat we gewoon een team hebben dat altijd blijft gaan. Van de 5-1 is het zo een dag! Juichen langs de lijn!